Hallo allemaal, leuk dat jullie vandaag kijken naar deze nieuwe tutorial. En wat ik deze week voor jullie heb is een armor swapper. Dus... En op het moment dat ik het wil laten zien werkt hij natuurlijk niet. In ieder geval wat het dus is. Het is een ding en als je op de knop drukt dan... Dan vervangt hij de armor stand voor een andere armor stand. En hij is net zojuist kapot gegaan deze. Nou normaal doet hij het wel. Ja, ik heb hem hier nog even bovengronds nagemaakt. Een iets andere versie. En om dit te maken, dat was een suggestie van een kijker van me. Het was van Minecraft, de Minecraft Dimension. Of zijn in-game name is de Swag DJ. En hij heeft hem ook zelf gemaakt. Ja, ik heb deze heb ik ietsje aangepast. Dit is nog wel gewoon de originele. Ik zal ze allebei laten zien hoe je ze moet maken. Maar laten we gaan beginnen met het maken ervan. Ja, wat we nodig hebben, dat zijn deze dingen die ik nu in mijn inventory heb. En nog een paar dingetjes. En waar je mee begint is een gat te graven. Waar je deze dingen in wil hebben natuurlijk. Zoals daar ook is gedaan. En dan onderaan het gat begin je eigenlijk met dit blok. Dit is... Dus ik denk dat het makkelijkste is om met dit blok te beginnen. Daar doe je redstone. Dan daarnaast een blok met de redstone torch. En daarop een obsidian of een melon of een furnace of wat dan ook. Gewoon een blok dat niet beweegbaar is, zeg maar. En dan moet je zo met half slabs. Ik doe het zo, je kan het ook op een andere manier doen. Maar ik vind het even makkelijker om een blok te hebben waar ik tegenaan kan plaatsen. Het kan ook met... glowstone, maar ik vind dit slabs zijn over het algemeen makkelijker te krijgen, dus waarom niet. En wat je dan vervolgens doet is, je maakt eventjes zo'n dingetje. En dan ziet het er als volgt uit. Dan heb je dit zo. Het is die piston en nog even een button erop. En dat is je bijna de hele machine al. Maar ik moet heel veel doen, dus ik ben zo bij je terug. Oké, daar ben ik weer. Moet ik me verbinden, dus. Ik denk ik stop heel veel met recorden. Wat je vervolgens dus doet is... Je plaatst een blok hier met een trapdoor erop. En hier zo nog eentje. En ja, ook nogal belangrijk, was ik nog wel vergeten. Is hier zo een piston met een slimeblok. En dat was het eigenlijk. Vervolgens hoef je alleen maar nog je armor stands te plaatsen. En dan werkt dat ding gewoon. Hier zo kan je hem niet plaatsen. Maakt helemaal niks uit. Je activeert dat ding gewoon een keer. En nu kan je hem wel gewoon hier plaatsen. Als het goed is. Of niet. Oké, apart. Nog een keer op de knop drukken. Oh, en hij gaat weer kapot. Hij vindt of het aan multiplayer ligt. Ik denk dat het aan de server ligt. Maar het doet het niet altijd. En dat is best vervelend. Maar. Ja, in singleplayer doet hij het waarschijnlijk wel gewoon altijd. Dit soort dingen heb je al vaker op servers. Of heb ik een fout gemaakt? Ik zit heel even te kijken. Heb ik een fout gemaakt? Nee. Hij zou het gewoon moeten doen. Maar het ligt waarschijnlijk aan multiplayer. Althans, dat is wat ik denk. Als ik hem zo zie. Oh, nu doet hij het wel. Ja, hij zou het gewoon moeten doen, maar hij doet hem even niet helemaal perfect. Maar als je dit niet handig vindt, want de button zit natuurlijk heel laag ondergronds dan. En je wilt hem hebben zoals hier, dan kan dat ook, uiteraard. Moet je even deze dingen weghalen. Plaats je hier zo wat dust. Even omhoog toweren. Nog eentje hoger. Plaats je hem hier zo. En. Even denken hoor. Dan. Zie je vloer. Dan komt hier je knop te zitten. En zit hier je andere. Sticky piston. En als je hem nu activeert. Dan zou hij het ook moeten doen.
En dan zie je knop gewoon bovengronds. Dat is best makkelijk. Wel handig over het algemeen. En doet hij het nu? Nee, niet zoals hij zou moeten werken. In singleplayer ga ik ervan uit dat hij wel gewoon goed werkt. Want net deed hij het ook deed het goed. Misschien heeft het ermee te maken dat mijn internetverbinding slecht is omdat ik lag heb door het recorden. Ik zou het echt niet weten waardoor het precies komt. Maar ga er maar vanuit dat hij het normaal wel doet. En sorry trouwens dat de video later was, maar ik had gisteren druk met andere dingen. En ik wil ook graag de Swag DJ bedanken, of de Minecraft Dimension, hoe je genoemd wil worden, voor het inzenden van dit ding. En dan zie ik jullie woensdag als het goed is weer met een nieuwe video, als ik er naartoe kom. Dus doei!